Het is zaterdag 5 december, pakjesavond. Mijn naam is Kado en dit is het allerlaatste Sinterklaasjournaal van 2020. De Sint is in het land, samen met de Pieten. Pepernoten overal, tijd om te genieten. De Pieten zijn de bom, dat zul je vast wel weten. Maar de Sint mag je niet vergeten. We roepen Sinterklaasje. Met zijn grote lange baard. Sinterklaasje zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje, en heeft een mega gave staf. Het is super super Sinterklaasje. Een hele goede avond. Fijn dat je kijkt naar het allerlaatste Sinterklaasjournaal van dit jaar. Het is pakjesavond. Je hebt ondertussen de pakjes, als het goed is, ontvangen. En we gaan afsluiten en kijken naar hoe de afgelopen weken met Arthur Nicolaas, met Ralf Nicolaas, met de Pieten, met de Elfjes en alle personeel verder waren. Allereerst gaan wij nog even schakelen naar onze verslaggever ter plaatse en dat is Rico. Rico, ben je daar? Waar sta jij? Ja, goedenavond Kado. Ik sta hier voor de boot van Sinterklaas. Dit is even de laatste keer. De boot van Sinterklaas staat op het punt van vertrekken. Zo op pakjesavond. De pakjes zijn ondertussen bezorgd. Dus het is tijd om te gaan. Is de populariteit van Arthur door de afgelopen weken ook weer enigszins hersteld? Nou, ik moet zeggen dat de kinderen in Nederland behoorlijk blij nog steeds zijn met Sinterklaas en Arthur Nicolaas. En ook Ralf die heeft meegeholpen en zijn mannetjes. De populariteit onder de volwassenen is de afgelopen weken niet toegenomen. Zeker niet na het schandaal als het gaat over wat er gebeurd is met die kinderen. Maar Arthur vertrekt gelukkig net op tijd ten aanzien van de rechtszaak. Hoe is de sfeer daar? Wat? Ja, ik kom. Hey, Kado, ik kom misschien straks nog even naar uitzending. Ik moet ook gaan inpakken. Oké. We gaan Rico later deze uitzending nogmaals proberen te bellen. Geen idee wat er aan de hand is, maar dat zullen we straks hopelijk van hem horen. Wij schakelen ook naar Ricardo, die zit in studio 12 hiernaast. Samen met professor Bluff en dokter Anders Hansson. Om na te praten over de afgelopen Sinterklaasperiode. Dus ik schakel nu over naar studio 12, naar Ricardo. Ja, inderdaad, Kado. Ik zit hier met dokter Anders Hansson. Jij zei ook professor Bluff, maar die is er niet bij. Die zit nog een cursus of zo? Die is in een andere achtergebleven, ja. Ja, precies. Dus vlug, die is nog even lekker aan het genieten daar, joh. Is het zo, ja. Is het er zo eentje? Ja, het is er zo eentje. Ja, precies. Dat hou je altijd, hè. Daarom studeren jullie waarschijnlijk. Hebben jullie gestudeerd aan de universiteit? Titeltjes van de chatjes. Nee, precies. Maar even serieus, we hebben natuurlijk drie fantastische weken gehad. Absoluut. Met Arthur Nicolaas en alles wat er gebeurd is. Zeker wel. Nou ben je afgestudeerd in Sint-Wetenschappen. Samen met de professor hebben we natuurlijk ook verschillende scripties geschreven. Ja. Ik vroeg me allereerst gewoon eens even af. Toch even terugkomend op dat salaris en dat hele kamerdebat gebeuren. Nou schijnen dat soort dingen wel wat meer voor te komen. Ja, die drie keer balken aan de norm. Ja, hoe moet ik die nou in de tijd plaatsen? Hoe moet ik dat zien? Ja, het is natuurlijk wel zo. Arthur Nicolaas die had het al ruim voordat die balken aan de norm werd in het leven werd geroepen hier in Nederland. En ja, wat dat betreft heb ik zelf het idee van waarom ze zich er zo druk om maken nu? Geen idee. Want het loopt al, weet ik van hoe lang. Het loopt al eeuwen. Ja. Verdient hij het ook? Om dat te krijgen? Als je ziet hoeveel mensen hij in dienst heeft, ja. Ja, precies. Want alles van dat salaris. Oh, dat gaat er allemaal vanaf. Juist. Oh, helder. Ja, precies. Dus eigenlijk had ik zelfs verwacht dat hij rond de 4 of 5 keer balken in de normen zou zitten. Dus dat hij eigenlijk omhoog zou gaan. Ja. Maar zou het ook kunnen zijn dat dat hele debat een hele commotie is vanwege het feit van eigenlijk populistisch geneuzel?
en te weinig kennis van zaken? Vooral de laatste. Vooral die te weinig kennis van zaken, want ja, waar moet die anders al die mensen van betalen? Ja, precies. Hoe kunnen hun anders leven van, weet ik van wat allemaal? Hmm. Maar, en dan meteen daar meteen op voortbedurend, de haat die er is richting Arthur Nicolaas, dit is het tweede jaar volgens mij, als ik me niet vergis, dat dat zo heftig is. Dat hij na wordt geroepen, dat hij beschimpt wordt. Ja, hoe zit dat precies? Heb je daar enig idee van? Hoe we dat moeten zien? Ik heb er echt geen flauw benul van hoe we dat moeten gaan zien, want dat het zijn een... Ja, hij zou een verrader van het volk zijn. Nou, zo zie ik het weer niet, want hij is gewoon... hij is wie hij is. En er zijn een aantal begonnen met... Ja, dat is slavernij wat hij doet. Nee, die mensen worden gewoon betaald. Mm-hmm. Het is niet slavernij. Ze doen het omdat ze het willen doen. Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat... er zijn natuurlijk wat oldertjes gaande. Mm-hmm. In de privé heeft hij onder andere gestaan. Met het feit dat... het is wel gemeen bekend dat hij katholiek is. En wat er überhaupt in de katholieke kerk is gebeurd. Dat hij daar mede verantwoordelijk voor schijnt te zijn. Volgens de privé. Zou daar die haat vandaan kunnen komen? Dat zou ook een reden kunnen zijn, ja. Maar dat is ook weer een ongegronde haat. Want dat probleem dat is nog niet zo lang. En Arthur Nicolaas is er al eeuwen, zoals al duidelijk is. Want hij is al iets van... 830 had ik begrepen dat ja, hij zoiets, dus, nu is. Wat dat betreft, hij is al 800 jaar bezig in wat hij doet. Mm. En... Om dan nu ineens zo te gaan doen? Nee, dat snap ik allemaal niet. Ja, nee, precies. Dan heb ik nog twee dingetjes. Laten we allereerst heel even gaan kijken naar een filmpje. Zou ik van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen? Drie vragen, alsjeblieft geef een helder antwoord, die onze partij, de PVV, definiëren. En de eerste vraag is, willen jullie meer of minder Europese Unie? Minder! En de tweede vraag is, misschien nog belangrijker. Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid? Minder! En de derde vraag is... En ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan. En misschien zijn er zelfs D66 officieren die het een proces aandoen. Maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En we hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder... Van Zwarte Piet. Dan gaan we dat regelen. Ja, Wilders ooit fan van Arthur Nicolaas. Wil nou van in ieder geval personeel af. Maar in de Kamerdebatten die ik heb gezien, ook van Arthur Nicolaas af. Is dit gewoon stemmenwinnerij? Of, ja. Nou, dan zijn we eruit. Ja, ja dit is echt gewoon... Hoe moet Sint-Nicolaas, dus Arthur Nicolaas, het eigenlijk doen zonder zijn personeel? Mm-hmm. Dat is al punt 1. Hij kan het niet in zijn eentje doen. Ja, om dan hem ook weer weg te werken, ja, dan haal je het leven van al die kinderen haal je door elkaar. Ja, dat schiet ook niet op. Ja. Maar is dit allemaal, is dat misschien ook de reden dat er zoveel beveiliging rond zijn huis in Nederland staat? Dat zelfs het leger werd ingeschakeld om zijn huis te beveiligen? Ik denk dat dat inderdaad wel een reden zal zijn, want ja. Door al die haatberichten in de media en zo, wordt er steeds meer op Arthur Nicolaas gevoeterd. En gaan ze ook steeds meer op zoek naar waar woont hij. Mm-hmm. Waar kunnen we hem dus vinden? Wat kunnen we er nog even tegen doen? En dat soort dingen. Ja, daarvoor snap ik die beveiliging heel goed. Want dan hou je die mensen tenminste er een beetje vandaan. Zodat hij gewoon even rust kan hebben. Ja, precies.
Dan nog een laatste vraag. Ja. Hij gaat vandaag natuurlijk vanavond weer terug naar zijn vakantiehuis in Spanje. Ja. Althans, een van zijn huizen. Mm-hmm. Ik hoorde van professor Bluff dat hij er ook nog een jaar in Turkije schijnt te hebben. Hij zou er nog wel meer hebben. Ja, klopt, klopt. Ja. Als ik acteur zou zijn geweest met alles wat er in Nederland gebeurt, ik zou nooit meer terugkomen. Wat zou jij hem adviseren in deze situatie als hij naar jou toe zou komen? In principe, als ik hem zou zijn inderdaad, dan zou ik me nog eens heel goed achter de oren krabben voor volgend jaar. Mm-hmm. Maar ik zou ook zeggen van, ik zou ze gewoon nog een kans geven. Mm-hmm. En sowieso, al is het alleen maar voor die kinderen. En dan in België aankomen, daar blijven. Bijvoorbeeld. Dan gewoon inderdaad bij de zuidenburen, niet meer naar Nederland. Laat die mensen in Nederland verder maar gewoon zitten. Die kinderen die krijgen wel nog gewoon hun cadeautjes. Ja, precies. Maar de aankomsten, nee, die gaan dan waarschijnlijk niet meer hier plaatsvinden. Ja, precies. Nou ja, dat is goed om te weten. Dankjewel voor dit gesprek. Caro, we schakelen weer terug naar jou. Jij gaat verder met het Sinterklaasjournaal. Tof gesprek van Ricardo met de professor en de dokter Anders. Daar zijn we heel wat wijzer van geworden. Ricardo, dankjewel. Wij gaan nog één keer proberen te schakelen naar Rico. Rico, ben je daar? Ben je nog steeds bij het schip? Ja, Caro, ik ben er weer. Ik sta nu op de boot. Zoals je ziet. Ik moest nog even wat dingen inpakken. En wat zijn jouw plannen dan, omdat je op dat schip bent? Wat ik ga doen? Dat is een hele goeie. Ik moet je zeggen dat in de afgelopen 3 weken heeft Pietje mij behoorlijk overtuigd. En ik heb besloten om mee te gaan naar Spanje. Ik ben helemaal klaar met Rutte en zijn gezeik. En ik moet ook zeggen, als je Pietje één keer naakt hebt gezien, dan, dan blijft er niks meer over dan mee te gaan naar Spanje. Het is niet de zak van Sinterklaas, maar de zak van Rico. En Rico, heb jij nog andere nieuwtjes voor ons over Arthur Nicolaas? Ik weet het verder niet. Ik zou vooral zeggen tot volgend jaar. Geniet van de kerst. Rolf die komt nog even terug op zijn post. Ik zou er dan niet zijn. Ik ga door lekker genieten. Oh ja, en geef even aan Jochem door. Het is geen zwakbegaafde Piet. Maar dat gaat hij nooit ontdekken, want hij ziet er niet naar. Laters. Eindelijk zo. Hey, Pietje, welke ding is het voor ons? Ja, welke hut? Oh, moeten we die kant uit? Oké, laten we het gaan doen. Dat snap ik. Ik zal het in ieder geval doorgeven aan Jochem. En dan wens ik jou een hele fijne tijd in Spanje. Wij spreken elkaar hopelijk snel. Hou mij en je oudere broer graag op de hoogte. En dan zou ik zeggen, tot volgend jaar en veel plezier in Spanje. En dit was alweer het allerlaatste Sinterklaasjournaal van 2020. Arthur Nicolaas vertrekt op dit moment naar Spanje. Ik hoop dat jullie genoten hebben van Sinterklaas, Sinterklaasfeest. Van dit Sinterklaasjournaal, van de Sinterklaas Live, van alles wat we met elkaar hebben meegemaakt in de afgelopen weken. Wij gaan vanaf dit moment uit de eten, als het gaat om het Sinterklaasjournaal. Wij zijn er uiteraard volgend jaar weer. En hopelijk loopt het vlekkelozer dan ooit. Voor nu zou ik zeggen, fijne kerstdagen. Fijn uiteinde. Hou je handen heel. En tot volgend jaar. Laters. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het weekblad De Tijgerman. Vanaf morgen een speciale editie verkrijgbaar in je lokale boekhandel of de Maxshop of supermarkt voor maar 4,95.